It's been, I think, almost 2 years since my last game. I can't describe, you know, the feelings, because it's different if you play friendly games, and when it's the time to play an official game, it's totally different. But I'm really happy that I had this chance, and I'm doubly happy that we managed to win, because this is a very important win. We didn't start good in the league, and we didn't have good results till now. So we needed a win to boost up our psychology and also for our fans. So I think it came in a good moment, and now we have 2 days to prepare ourselves against Ajax, because it's a very difficult game. We hebben nu volgens mij de eerste zege gepakt van het seizoen. Dat moet gewoon een goed gevoel geven. We scoren 4 keer. Alles staat tegen DVS, maar dat moet je niet onderschatten. Ze hebben gewoon een goed team en we konden wel wat meer maken, maar het gevoel zat goed. Ja, doen zulke doelpunten wat met het vertrouwen? Dat denk ik wel. Ik denk dat dat moet laten blijken de aankomende weken. Maar ik denk dat het gewoon goed is voor ons spits eigenlijk, zoals Annas en Brok, die hebben gescoord. Dus dat moet gewoon een goed gevoel geven en ik hoop dat we dit gevoel gewoon door kunnen zetten naar de competitie. Joran Pot, oude speler van PEC Zwolle en tevens assistent-trainer van de PEC Zwolle vrouwen. Ja, hoe was dat vanavond om tegen PEC Zwolle te spelen? Ja, het was hartstikke leuk. Het is leuk om tegen je werkgever, ander soort werkgever in ieder geval. Maar ja, het is leuk om tegen voetballen. Ik had alleen gehoopt dat we iets meer een wedstrijd van kunnen maken. Maar helaas stonden we best wel snel achter. En zelfs op een gegeven moment dan met 2-0. Dus dan zie je dat PEC het gewoon aardig goed uitspeelt. Zo. Ja, het was snel beslist, hè? Ja, zonde. Voor ons is het hartstikke zonde. We hadden echt gehoopt een wedstrijd van te maken. Eerste helft goed gespeeld en door de stand misschien tweede helft wat minder? Ja, ik denk aan het eind met name speelden we gewoon echt slordig. De linies waren te ver uit elkaar en daardoor komen we zeg maar nog een beetje in de problemen. Maar ik denk niet dat ten koste zou gaan van de wedstrijd, maar met name meer de concentratie dat je gewoon de 90 minuten gewoon vol moet houden. Heb je van de week nog jongens gesproken op de club over deze wedstrijd? Ja, even heel kort. Een beetje grappig rollen heen en weer. Ja, is wel altijd wat leuk. En hoe ga je nou terug van de week bij PEC Zwolle? Zal dat nog leuk zijn? Ja, tuurlijk. Kijk, voor ons kon het alleen maar hartstikke mooi worden vanavond. En we hebben ons best gedaan. We hebben op zich met Vlagen redelijk spel op de mat gelegd. En tegen een Eredivisieclub. Dus ik ga er gewoon met opgeheven hoofd heen. De spitsen willen scoren, willen ze een goed gevoel hebben. Ze kunnen misschien wel goed spelen, maar als je niet scoort, gaat dat toch in hun hoofd zitten. Dus ik denk voor ons als team is het gewoon heel belangrijk dat de spitsen vandaag hebben gescoord. At the end of the game you played together with Mustafa. Was it special for you? Yeah, now I was used to, you know, all this year we trained every day, you know, we're playing every day. But I'm really happy for him because it's also his first game after his last injury. So I hope we stay fit and then also for the team to take good results, because this will help us as well. Toen ik hoorde dat hij in de basis zou beginnen, was ik heel blij voor hem. Maar ik wist niet zeker of ik vandaag zou gaan spelen. En gelukkig heb ik vandaag weer minuten gemaakt na 5 weken eigenlijk. Het ging niet zo heel super goed eigenlijk, moet ik zeggen. Maar ik ben gewoon blij dat ik weer minuten heb gemaakt en dat we hebben gewonnen.